Hoi, jij bent Bianca. Van welke instelling bent u? Wij zijn van het Rockstad King. En wij hebben les in een gebouw in de Pijnakkerstraat. In combinatie 70. En wat is uw functie daar? Ik ben docent. NT2-docent. Ja. Ik wilde vragen, waar gaan we nu naartoe? Want we staan hier buiten in de kou bij de tramhalte. Nou, we gaan met z'n allen naar Ja, zuster, nee, zuster. Ik vind het een fantastische manier om in te burgeren. Het is een hartstikke leuke film. En de meeste vrouwen die hier staan, ik zou niet weten hoeveel er zijn, maar die zijn nog nooit in de bioscoop geweest. En als ze naar de bioscoop gaan, dan is het een Walt Disney film. Waarvan ze de ondertiteling niet goed kunnen lezen. En dit is een prima film waar je heel vrolijk van wordt. En ik hoop dat vrouwen na de hand met hun kinderen nog eens gaan. Dus dat is de opzet. En mij lijkt heel geslaagd gaan worden. Hebben ze nu net die NT2-cursus afgesloten? Nee, daar zitten ze allemaal nog in. Dat duurt jaren en jaren. Elke zondagmiddag bracht hij toffies voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurantjes spelen en mijn opa was de kok. Bokkenwagen spelen en mijn opa was de bok. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. In heel Europa was er niemand zoals hij. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. En niemand was zo aardig voor mij. In heel Europa, mijn oude opa. Nergens zo iemand als hij. In heel Europa, niemand zo aardig voor mij. Zo aardig voor mij, mijn oude opa. Als ik me verveelde, ging ik altijd naar hem toe. Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe. Van de dijk afrollen en mijn opa was de dijk. Detectiefie spelen en mijn opa was het lijk. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. Niemand zoals hij. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. En niemand was zo aardig voor mij. In heel Europa, mijn oude opa. Nergens zo iemand als hij. Niemand zo aardig voor mij. In heel Europa, mijn eigen opa. Niemand zo aardig, niemand zo aardig. Niemand zo aardig als hij, mijn oude opa. Meneer Boerenvol, is dat zo? Ja, dat klopt, heel lachbaar. Ze had beloofd dat het een rusthuis zou worden. Voor rustige oude en zieke bejaarden. Daal niet zo duigjes, drink niet zo duigjes. Iedereen krijgt hier toch zet. Pas op mijn nieuwe sokken en niet zo schrokken broeken. Jij hebt dus zoveel gelukt. Duik u naast aan uw hoofd. Hij zingt over zijn vaderland. Weet u dat? Hij zingt over zijn vaderland. Het verre, verre Griekenland. Hij zingt over het hutje waar. Dan is het altijd goed. Ja, zuster, nee, zuster.
Ja? Is u al eerder naar de bioscoop geweest? Nee. Gaat u nu vaker naar de bioscoop? Ja, ik heel vaak bioscoop gaan. Ja, ja. Ja, hè? Ja. Dank u wel. Ik vind het heel erg mooi van de bioscoop film kijken. Ja, ja. Gelukkig. Dank u wel. Alsjeblieft. Dag. Kom, de poelie. Kom erbij staan. Kom erbij staan, ja. Dat is een lieve vriendin. Nee, dat vind ik toch. Want ik ga huilen. Ja. Dat is echt weer oude noorden. Dat is oude noorden. Dat is bij mij om de hoek dit. Ja. Ja. Nee. Wat vond u van de film? Ik vind het heel leuk. Ja? Echt waar. Kon u het goed volgen, het Nederlands? Jawel, ik begreep alles. Ja. Ik heb alles begrepen wat is in de film. Ja, ja. U bent voor de eerste keer naar de bioscoop geweest. Hoe vond u het? Ik vind het mooi. Ja, het is heel leuk, echt. Zult u nu vaker naar de bioscoop gaan? Ik ga doen, vaak naar de bioscoop. Ja. Heeft u ook kinderen? Ja, ik heb er van 16 jaar. Ja. Maar ik ga proberen met haar altijd naar de bioscoop. Wat wel film wil hebben, ja, zien. Ja. Ja. Zou u vaker zo les willen hebben? Ja. Ja. Toch, ik wil ook zo lezen om te zo helpen mensen. Ja, ik wil ook. Wat vond u ervan? Leuk. Leuk. Ja. Is u al vaker naar de bioscoop geweest? Ik heb vaak geweest met mijn kinderen. Ja. En heeft u er wat van geleerd van de film? Ja, daarvoor ook geweest. Maar deze keer ik echt boos geworden. Die mensen veel praten en voor mij zo. Ja, de film is nu net afgelopen. Vindt u dat het is geslaagd? Ja, hartstikke geslaagd. Ik zag dat de concentratie zeer hoog was. Soms haakte men wat af. Maar ik denk dat de vrolijkheid van de film, dat die zeker overgekomen is. Ja, ik vond het heel erg leuk. Ook dat we zoveel mensen hadden. Ik heb zelf gemikt op 60. Die afspraak had ik met de bioscoop. Van nou, als ik 60 vrouwen heb, wil je dan de zaal openen? Want we zitten hier natuurlijk vandaag op een doordeweekse dag. Hè? Normaal is deze bioscoop niet open. En het was heel geslaagd, 137 mensen. En ik heb ook gelijk gezegd, beneden reken erop dat ze nog een keer komen. Ik wil het ook geprogrammeerd hebben binnen de lessen. Zeker 3 keer per jaar naar een Nederlandse film. Lijkt me heel goed. Hoe bent u eigenlijk op het idee gekomen? Nou, dat is niet zo moeilijk. Ik werk al jaren met analfabetencursisten. Overwegend Marokkaanse en Turkse vrouwen. En ik heb nu een groep vrouwen die stroomt uit dit jaar. Dat wil zeggen, ze hebben al heel lang Nederlandse les gehad. Maar qua lezen en schrijven kunnen ze toch niet op een bepaald niveau worden gebracht. Dat ligt niet aan de vrouwen, het ligt niet aan ons. Het ligt aan het feit dat ze op latere leeftijd pas Nederlands gaan leren. En gaan alfabetiseren. Nou, dat is een hele lange weg die je nooit zo succesvol kan beëindigen. Als je tenminste hebt over taal. Maar je kunt heel veel meer met die vrouwen. En dat doe ik al jaren. Ik ga ook simpelweg met ze wandelen in het Kralingse Bos. Ik zeg het altijd tegen iedereen, want dan denken ze, ja, wat ga je daar nou doen? Ja. Nou, gewoon ervaren dat het heel lekker is in de natuur te lopen. Even die zaktelefoon uit, even geen kinderen, even geen man. Gewoon lekker lopen.